In deze video ga ik u de Axis Fix Air laten zien, een autostoeltje van Maxi Cosi die u vanaf 6 maanden en zo'n 61 cm kunt gaan gebruiken. U kunt dit stoeltje tot zo'n 87 cm achterwaarts vervoeren. Zolang hebben we genoeg beenruimte voor de kleine om hier goed achterwaarts in te passen. Dan hebben we een stoeltje die erop gemaakt is om juist in een wat compactere auto, dus pak een Volkswagen Golf, een Polo, een Up, in een wat compactere auto goed te passen. Heel veel achterwaartse stoeltjes zijn vaak heel groot, heel plomp in de auto. En dat is qua ruimte natuurlijk altijd wel een klein beetje een probleem. Dus het wordt er natuurlijk ook niet veiliger op als u zelf met uw knieën tegen het dashboard gaat zitten. Dus deze auto is wat compacter, zodat hij in elke auto zal passen. Hij is namelijk wat compacter als dat u een Maxi Cosi vlak op de achterbank zet. Dus dit stoeltje kunt u perfect in elke auto waar wel de Easyfix bevestiging in zit. Dus deze kunt u uitschuiven en aan de auto vastmaken met de Easyfix haakjes. En let ook wel op, een toptape erin zit. Dit zit eigenlijk in auto's vanaf 2008, 2009. En dan, dat is een soort van haakje aan de achterkant van de bank, waardoor deze toptape eigenlijk vastgezet kan worden. En dat werkt als een soort van spanband. Deze kunt u dan strak aantrekken. Nou, bij heel veel andere autostoelen ziet u misschien wel zo'n steunpoot aan de voorkant. Dat heeft eigenlijk dezelfde functie om de bovenkant van de stoel goed op zijn plek te houden. En nu heeft die toptape die functie en daarom is een stoeltje weer wat compacter geworden. Dus een stoeltje die uw kindje dus achterwaarts vervoert. Het draaien naar de zijkant, wat deze stoel kan, is echt heel erg gebruiksvriendelijk. Dus op deze manier kunt u uw kindje er makkelijk uitpakken. Die gordeltjes die kunt u ook openzetten. En bij die Axis Fix Air is het wel een mooi systeempje. Ze hebben namelijk een magneetje waardoor de gordeltjes met elkaar worden gehouden. Heel veel kinderen hebben op een gegeven moment, als we wat ouder worden, het idee om de armpjes tussen de gordeltjes door te doen. En zo zitten ze elke keer in een hele veilige stoel niet goed vast. Nou, in dit geval heb je dus dat magneetje, waardoor eigenlijk een kindje altijd goed in de gordeltjes moet zitten. Want ze kunnen eigenlijk, ze hebben de ruimte niet meer om de armpjes er tussendoor te halen. Dan kunt u deze gordeltjes wat langer maken. Dus je hebt aan de voorkant een grijs knopje. Kunnen ze wat langer maken. En aan de zijkant hebben ze een haakje waar u de gordeltjes aan vast kunt maken. Dus als u de kleine er op deze manier inzet, is het natuurlijk heel erg makkelijk om ze er zo in te zetten en hem weer terug te draaien achterwaarts of voorwaarts. Dus u kunt dit stoeltje beide kanten op gebruiken. Nou, als we het stoeltje even zo laten zien, dan hebben ze een aantal mooie functies. Aan de binnenkant hebben ze dat anti-slip van de gordeltjes, dus ze kunnen niet de gordeltjes zomaar wegschuiven. Dus het is in de praktijk echt bijna praktisch onmogelijk om niet goed vast te zitten in die gordeltjes. Als u de gordelspanning goed vastzet, dus uw kindje goed strak in de gordeltjes zet, dan zit een kindje daar altijd goed en veilig achter. Nou, wilt u eigenlijk eens streven om uw kindje zo lang mogelijk achterwaarts te vervoeren, dan kan deze stoel natuurlijk dat tot 87 centimeter. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ze gezegd hebben, als we het kindje voorwaarts vervoeren, wat je dan natuurlijk moet doen in tegenstelling tot het achterwaarts vervoeren, is het hoofdje wat meer opvangen. Want als u uw kindje achterwaarts vervoert, dan wordt uw kindje elke keer op het moment dat u wat harder moet remmen, de stoel ingeduwd. En als u uw kind voorwaarts vervoert, en zeker bij 87 centimeter, dus het kindje vaak nog anderhalf, twee jaar, dan moeten ze zelf hun eigen hoofdje opvangen, want dat is het enige wat je van een kindje natuurlijk voorwaarts niet vast kan zetten. En het nadeel daarvan is dat er wat meer gewicht komt op het nekje. En dat kunnen ze, nou ja, rond die leeftijd nog wel hebben, maar eigenlijk is het ook weer niet goed dat er zoveel gewicht komt op het nekje. Dus wat ze gedaan hebben, is in deze gordeltjes twee airbagjes geïntegreerd. En op het moment dat de Easyfix en die toptape meet dat er druk genoeg op zit, zeg maar, om die airbag te activeren, dat is vaak ook met een snelheid dat uw eigen airbag zou activeren, dan komen hier twee van die kleine luchtkussentjes uit. En dat gaat binnen 0,05 seconden, die springt eruit. Die vangt eigenlijk het hoofdje van het kindje op, zodat ze niet die knik naar voren kunnen maken. En dus het gewicht van het hoofdje eigenlijk opvangen. Die twee airbagjes vangen het gewicht van het hoofdje op en daardoor komt er veel minder gewicht op het nekje. En wat als voordeel heeft, dat als je hem gaat vergelijken met een normale voorwaartse stoel, wel van Maxi Cosi, die uw kindje gewoon met een normale vijfpuntgordel opvangt, dan is dit stoeltje 55% veiliger ten opzichte van een normale voorwaartse stoel. Dus om het kort samen te vatten, heeft u eigenlijk bijna de veiligheid van het heel lang achterwaarts vervoeren, tot 2,5, 3 jaar, in deze stoel zitten, omdat u eigenlijk het nekje ontlast doordat u die airbagjes gebruikt als het echt, echt nodig is. Dus dit is het voordeel van deze stoel. U kunt hem dus combineren. Achterwaarts vervoeren, net draaien naar de zijkant voor het praktische gebruik. Die airbagjes die erin zitten, die hebben, nou ja, de meeste meerwaarde natuurlijk bij het voorwaartse vervoeren, omdat u, nou ja, dan die airbagjes nodig heeft om het hoofdje op te vangen van het kindje. En dat is tot 4 jaar altijd een goede veilige oplossing en heeft dus een grote meerwaarde. Hoe jonger ze zijn, hoe meer meerwaarde het heeft. Maar het scheelt in ieder geval 55% ten opzichte van een standaard voorwaartse stoel. Dus kortom, de veiligheid van een achterwaartse stoel, terwijl u wel een mooie compacte stoel heeft die in elke auto goed aansluit en waarbij u uw kindje wel naar voren kunt laten zien,
en dat ze u zien en dat u de kleine ziet. Dus praktisch gezien een ideale combinatie eigenlijk tussen veiligheid en gebruikersgemak. Nou, wilt u nou meer informatie over deze autostoel, dan kunt u terecht op onze website www.beenpark.nl. En wilt u in de winkel naar dit product even komen proberen of vergelijken met vergelijkbare producten, dan kunt u terecht in een van onze megastores.